De haalbaarheid, het slagingssucces van de public sector reform is afhankelijk van de kennis van de ambitie van de doelgroep. Onderdeel van de public sector reform is de verplichte landsdienarenregistratie per 1 oktober. Registreren is verplicht en onderhevig aan sancties, met name het inhouden van uw salaris bij het niet nakomen van uw plicht. Vergeet je als ambtenaar niet te registreren. We hebben vanaf 1 oktober ook de verplichte landsdienarenregistratie. Onrechtmatige salarisuitbetalingen aan overledenen, landsdienaren die woonachtig zijn in het buitenland, of zelfs landsdienaren die niet weten dat ze in het ambtenarenbestand voorkomen, zullen na deze registratie zichtbaar worden. Sinds het aantreden van deze regering is deze regering voornemens om een goed public sector reformplan uit te voeren. In dat kader hebben wij een onderzoek laten doen door een extern bureau waarbij er veel interessante zaken naar voren zijn gekomen. Een van de interessante zaken is dat een groot gedeelte van de ambtenaren de dienst wil verlaten, mits zij goede stimuluspakketten krijgen aangeboden. En dat hebben wij nu gedaan. De loonsom van het ambtenarenapparaat zal door deze verplichte registratie worden teruggebracht. Onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van de ambtenaren vrijwillig de dienst wilt verlaten. Maak gebruik van deze kans, want misschien komt het niet meer langs. Maak een weloverwogen stap voor een financiële stimulus en de mogelijkheid tot bijscholen, omscholen voor de particuliere sector of voor een eigen onderneming. Met dit nieuwe programma kunt u op aantrekkelijke wijze de overheidsdienst verlaten, want wij laten u niet alleen. Zoals een moeder haar kinderen niet alleen zal laten, zullen wij als moederministerie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, u ook niet alleen laten. Wij gaan u begeleiden in het traject van begin tot eind. Voor wie de dienst vrijwillig wil verlaten, zijn er interessante stimuluspakketten. Te weten, ambtenaren die de leeftijd van 55 hebben bereikt en minimaal 35 jaar voor de overheid hebben gewerkt. Landsdienaren met een diensttijd van 0 tot en met 5 jaar ofwel 60 maanden. Ambtenaren die gebruik willen maken van de 18 maanden regeling, wat wil zeggen dat u bij het verlaten van de dienst nog 18 maanden lang uw salaris ontvangt. Ambtenaren die met uiteenlopende motieven de dienst willen verlaten. Als het moederministerie van de overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn we in continu contact met onze ambtenaren. En wij weten dat er verschillende redenen zijn waarom de ambtenaren de dienst willen verlaten. Of het nou om een stukje demotivatie gaat of om een andere richting willen gaan, nu is uw kans, want wij bieden nu stimuluspakketten aan. Registreren moet. En dat doet u tot en met 31 december 2022. 1. Online op ldr.egov.sr. 2. Op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En 3. Bij de mobiele unit. Registreren moet, en dat doet u tot en met 31 december 2022 via de website ldr.egov.sr of voor meer informatie bellen naar de nummers 3x8 1052, 3x8 1403 of whatsappen naar de telefoonnummers 8533793 of 8883028.